Een drama heeft zich voltrokken in Frankrijk. Shortrakste Lara van Ruiven, die daar al weken in het ziekenhuis lag, is vrijdag overleden aan de gevolgen van een auto-immuunziekte. De wereldkampioen op de 500 meter is 27 jaar geworden. Haar familie en vrienden leefden weken tussen hoop en vrees. Lara was met de Nederlandse selectie op trainingskamp in het Frans Sevont-Romeu toen ze ernstig ziek werd. Ze belanden op de intensieve care, en daar bleek dat de geboren Zuid-Hollandse kampte met een stoornis aan het immuunsysteem. Overleden in bijzijn van geliefden, Puntse werd kunstmatig in coma gehouden en behandeld, maar helaas verslechterde haar toestand de afgelopen dagen. Inwendige bloedingen, met name in de hersenen, maakten de situatie levensbedreigend. Volgens schaatsbond KNSB verslechterde de situatie de afgelopen dagen nog meer, waarna het vrijdagochtend duidelijk was dat Van Ruiven niet meer zou genezen. Ze is aan het eind van de middag in het bijzijn van haar naasten overleden. Surrealistisch punt wat een vreselijk bericht hebben wij zojuist ontvangen. Het verlies zal in de sportwereld gevoeld worden, zegt bondscoach Jeroen Notter. Voor dit hechte team is het een enorme dreun. Wij missen haar al twee weken in ons team. Maar het nieuws van vandaag is zo definitief en surreal. Vreselijk. Hun enkele teamgenoten hebben vrijdag in het ziekenhuis afscheid kunnen nemen van Van Ruiven. Onder andere ploeggenoot Suzanne Schaalting laat op Instagram weten gebroken te zijn door het verlies. Ik ga je zo verschrikkelijk missen, lievelaar. Je zit voor altijd in mijn hart. Ik hou van je, schrijft ze bij een zwart-wit-foto van haar collega en goede vriendin. Iara van Kerkhoff schrijft: je lach, je geklets, je interesse, je positieve instelling, je wil, je naïviteit, je verwondering, maar bovenal je aanwezigheid. Ik mis je nu al zo ontzettend, lievelaar. Voor altijd in mijn hart, rustzacht. Vaste waarde punt van Ruiven was jaren een vaste waarde in de Nederlandse ploeg. In 2019 schreef ze geschiedenis door op de 500 meter in het Bulgaarse Sofia als eerste Nederlandse vrouw een individuele wereldtitel op te pakken in het short track. Een jaar eerder pakte de geboren naaldwijkse met de Renla Ploeg Olympisch Brons op te spelen in P.J. Onsjan. Het is nog niet bekend wanneer de shortrackers, die na de opname van Lara in Frankrijk bleven, terugkeren naar Nederland.